Zo cute erbij liggen, Esther. Heerlijk. Zoals ik jullie al had verteld, ligt Roze vader dus helaas op dit moment in het ziekenhuis. Nou, we gaan dus nu even naar Roze moeder. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, dat zijn wij. Het is vandaag 24 april 2021. En het is 11:15. En ja. Wij gaan sowieso vandaag naar het ziekenhuis. Want Roderick zijn vader ligt in het ziekenhuis. Yep. Dus dat is ook niet heel goed nieuws. Maar ik hou jullie sowieso op de hoogte hoe en wat hoe het gaat. Want ik wil wel even zijn hele toestand weten. Dus dat komt wel goed, hoop ik dan toch. Hij heeft dat wel sowieso aan zijn hart. Dat weet ik al wel. Sinds gisteren weet ik dat. Dus, maar hij is opgenomen. Dus, maar bij deze wens ik jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kijk eens hoe cute ze erbij liggen en staan. Heerlijk. Zit. Ja, wat? Zo, die moest eruit. Sorry. Hun hebben haast, zij niet. Kijk, trek, trek, trek. Dat is handig. Trek, trek, trek. Leed, kom. Leed, kom. Kijk, ze weten precies waar ze moeten wezen, hoor. Zoals ik jullie al had verteld, ligt Roze vader dus helaas op dit moment in het ziekenhuis. Nou, we gaan dus nu even naar Roze's moeder. Ik kan Roze dus nu niet op de vlog zetten, want hij is net klaar. Nou, dat kan dus wel, want hij is even daar. Hij lacht wel, maar ik weet ongeveer zijn humeur. En ook hoe hij doet, et cetera. Dus hij is ja, een beetje, naar mijn mening, een beetje verdrietig. En dat mag ook. Dus, maar nu gaan we even naar binnen, even naar mijn schoonmoeder. Ik ga daar niet filmen, even ook voor de privacy redenen. Dat lijkt me ook niet echt een passend moment om dat nu te gaan doen. Dus jullie zien ons zometeen straks. Roderick die moest even nog even melk hebben. Mijn schoonvader die mocht al weer naar huis. Dus hij heeft 1 nacht in het ziekenhuis gelegen. Wat er verder aan de hand is, dat weet ik niet. Dus ik kan jullie daar niet echt een... goede antwoord op geven, helaas. Maar ja, yeah. Het is gewoon niet leuk voor ten eerste. En ook zeker niet voor mijn schoonvader. Ook al mag ik hem heel erg. Maar ja, schoonouders krijg je er eenmaal bij. Dus ja, daar heb ik het maar mee te doen, toch? Ja. Maar nu wacht ik even op Ro, want die komt eraan. Kijk, die komt eraan, die komt eraan. Kijk, daar is Ro alweer. Dus ja, dus even inpakken en naar huis. Yeah, nou. We zijn dan weer lekker thuis. Ik ga een lekker eitje koken. En dat ga ik lekker op mijn broodje doen. Ik heb daar gewoon even zin in. Voor de rest, ja, wat ik allemaal vanavond ga doen, vandaag ga doen, geen idee. Ik laat het lekker op me afkomen wat ik ga doen. Ik wil eigenlijk sowieso weer even aan mijn Happy Stones beginnen. Dus ook dat. Dus maar eerst ga ik nu eventjes mijn eitjes, deze eitjes die hier staan, in de pan doen. Even het vuur aandoen en dan ga ik zo meteen lekker eten. Dat ga ik eerst zo doen. Ja. Ja, een hele goede nacht allemaal. Het is alweer bijna 2 uur midden in de nacht. Ja. Nou, hoe de avond is verlopen is gewoon heel simpel. We zijn nog bij de lokale supermarkt Jumbo dus geweest. Zoals jullie dus wel licht hebben kunnen raden, waar anders. Maar ik lig dus nu al lekker op bed zoals je kan zien. Rodi was lekker op tijd naar huis. Ik had eventjes nog een filmpje gekeken, een stuk tv. Dat die volg ik ook. Lekker politieachtervolging is hartstikke geweldig, hartstikke leuk. En toen heb ik eventjes een spierbalsem op mijn linker schouder gedaan. Want daar heb ik een beetje last. Maar oké, maakt allemaal niet uit. Geen probleem, we gaan gewoon door. Dus toen heb ik mijn badjas aangedaan. Ik ben op de bank gaan liggen en ik ben dus in slaap gevallen. Ja, dat kan ook gebeuren. Dus, en ik werd dus om 10 uur wakker. Ben ik zelf even naar de wc gegaan. Ik heb Lady lekker een blok uitgelaten van bijna 4 kilometer
binnen een uur, 55 minuten. Ja, gaat goed. En nou ja, nu lig ik dus lekker op bed. Wat ik morgen ga doen? Nou ja, ik denk dat ik een lekkere luie zondag ga houden. Dus lekker tv kijken. Dus ik weet niet of ik aan vloggen toekom. Zowel dan hebben jullie geluk, maar eens een keer een dag geen vlog. Maakt ook niet uit. Dus, maar ja, ik wil jullie wel heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan, doe het duimpje omhoog. En laat zeker een leuke reactie achter. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!